Geachte voorzitter, dames en heren, ik wil het met u hebben over de schijnparticipatie bij de windturbineparken. De schijnparticipatie die ons geboden wordt is obligaties kopen voor een bedrag van 500 euro, welke een paar procent meer rente bieden dan de banken geven. Nu hebben de meeste mensen niet zoveel spaargeld, omdat het meeste geld in stenen zit, oftewel de woningen. Deze obligaties zijn ook te koop voor mensen die wonen in Amsterdam. Dus deze manier van participeren is een lachertje. Ook geld in een potje stoppen, wat verbeteringen in de dorpen moet brengen, is een lachertje. In mijn dorp, de school, die is er niet meer. De kerk is er niet meer. De buurtsupermarkt is er niet meer. Wat er wel is een koude oorlog tussen de initiatiefnemers en 90% van de burgers, welke slachtoffer worden van de geldslurpende windturbineparken. Eerlijker zou zijn om de grond van de eigenaren te onteigenen en de eigenaren een normale grondprijs te betalen plus een jaarlijkse vergoeding voor gederfde inkomsten. Dat bespaart de gebruikers miljoenen aan subsidies. Dan zijn de lusten en lasten voor iedereen gelijk. Nu moeten ook de gigantische subsidies opgehoest worden door de gebruikers en slachtoffers door middel van een energieopslag, wat niet redelijk is. Ook zouden de initiatiefnemers de mensen verplicht moeten uitkopen die werkelijk gek worden van de windturbines. Voorbeelden hiervan in het land zijn er te over. Het zou verplicht moeten zijn de mensen die overlast hebben van de windturbines echt te compenseren. Niet alleen door een iets lagere energieprijs. Ik betaal met plezier de normale energieprijs zonder de verschrikkelijke windturbines. Ten slotte ben ik voor rust en ruimte in Drenthe gaan wonen. Voor veel mensen is het onmogelijk om een huis nu en in de toekomst te verkopen. Wat voor mij persoonlijk betekent dat mijn pensioen de nek is omgedraaid. 25 jaar geleden was ik al van plan als ik 65 jaar zou bereiken, mijn huis zou verkopen en te vertrekken naar de zon voor altijd. Graag zie ik ook het gemiddelde geluidsniveau veranderd in een piekgeluidsniveau. Vooral 's nachts. Dat is iets wat ik kan meten. Op een voorlichtingsdag vertelde iemand dat de windturbines nooit meer dan 110 decibel produceren. Heeft u een idee hoeveel lawaai 110 decibel is? Dat betekent nooit meer rustig slapen en zeker nooit meer een raam open. Wat zou u ervan vinden als uw buurman de hele nacht bomen zou zagen in zijn tuin met de kettingzaag? Als hij de volgende nacht stil is, dan valt het gemiddelde geluid toch wel erg mee. Dank u. Dank u wel. Is er iemand van de commissie die een vraag wil stellen aan de heer De Kok? Dan dank ik u voor.